Chesto, welkom bij de tweede aflevering van de Road to Quad Tempest Feed. Hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag gaan we natuurlijk weer proberen om die Quad Kill Feed neer te zetten met de Tempest. Daarom speel ik een potje Uplink op de map Nuketown. En ik voel dat ik moet niezen. Dus dat was die, huppakee. Hopelijk brengt deze niet geluk. We gaan spelen met de 205 Bretchie. Met Long Barrel, Rapid Fire, de Nuketown Camo. En natuurlijk de Tempest Specialist 3. Ik speel met de UAV, Counter UAV en de Hater. Dus laten we kijken of we hem nu wel kunnen gaan halen. Want op Nuketown spant iedereen hetzelfde op Uplink, laten we zeggen. Dus met Uplink doe ik daarmee dat iedereen hetzelfde spant. Waardoor, als alles mee zit, we wel lekker kunnen spantrappen. Maar zoals ik al zei, moet het dan wel mee zitten. En natuurlijk ons specialist halen. Ik heb daarom ook, hoe heet die perk? Overklok geloof ik aangezet, waardoor ik iets sneller mijn specialist haal natuurlijk. Wat dus automatisch ook inhoudt dat ik er meer haal in één potje. En dat is dan ook de bedoeling. Hoe sneller hoe beter en hoe meer hoe beter. Zo, ik moet jou even stoten, want ik was out of ammo. Dus daar gaat het natuurlijk om in deze serie. Dat we zo snel mogelijk onze specialist halen. En er een mooie quadfeed mee neer kunnen gaan zetten. Dan moeten er wel punt 1 enemies zijn. Maar dan gaat het moeilijk worden. Speelt ook één iemand anders met de Bretchie. Het enemy team. Oh, kut. Hij killde me dus. Oké. Ik heb hem al bijna met tempo, zoals je ziet. Dat is mooi. Maar dan, daar komt het, jongens. Een quadfeed met de Tempest. Dat is het moeilijke van deze hele serie. Wie weet lukt het nu. Wie weet lukt het niet. We hebben natuurlijk een paar pogingen in dit potje. Oké, ik heb hem binnen. Ik ga hem equippen. 1. Nee, laat maar. Ik ben al dood. Oké. We gaan weer opnieuw beginnen. Zoals je ziet, dat was een double kill afterlife erbij. Omdat er dus enemy span. Oh, dat was een goeie. Als ze allemaal spannen. En die ding dat schiet over naar elkaar. Oh, beter gebeurt dat dan heb ik echt zo'n killfeed, weet je. Als dat gebeurt, hè. Oké, ze zijn dood. Als dat gebeurt, dan moet ik gewoon fucking veel likes op deze video krijgen. Kut, ik ben geblokt. Maar Nuketown is altijd best wel chaotisch natuurlijk. En je kan daar echt een lekkere skillfeed of neerzetten. Maar dan moet het geluk wel aan jouw zijde staan. En dat heb ik nou niet vaak. Dat zou ik wel eens een keer willen. En de enemies gaan scoren of niet? Nee. Gelukkig niet. Dude! Hij heeft ook long barrel op zijn ofzo, voor mij wel. En ik word gespawn sniped. Door LOL Games NL. Kut. We staan achter, jongens. Dat maakt me echt geen ene flikker uit. Waar mij het om gaat, is dat ik weer even mijn tempers moet halen. Wat op, hoor. Had die kutbal niet. Wat? LOL Games, fuck you, man. Oké. Ik equip hem expres nu al. Ze spannen dadelijk hier. Eén. Het is al afgelopen. Kut! Deze serie is echt moeilijk, jongen. Oh my god. Dit gaat echt nog even duren. Op Nuketown is denk ik ook niet echt goed om te doen. Op Nuketown is ook fucking lastig om te halen. Geloof mij dan maar. Serieus. Fucking hell. Ah, dan word ik meegenomen. Die LOL Games zijn geflikker, jongen. Godverdamme. Sta hier nog, vies rikdag. Engineer down.
Daar is hij weer hoor. We hebben ook heel erg lol met lol games, als je begrijpt wat ik bedoel. Moeten we even lachen, jongens. Je moet even lachen voor mij. Lach even voor mij. Ik word beschoten door lol games. Maar ik heb niet, ik weet niet wat voor aim die heeft. Voor mij die niet een hele goede, zo te zien. Maar hij speelt met een sniper. En met een Tempest. Maar ja. Mijn score is ook niet al te best. 32-14 in de eerste ronde. Super veel deaths natuurlijk. Maar ja, het is Nuketown hè. Nuketown hou je nog maar eenmaal veel deaths over. De Pharaoh, daar moet ik ook weer even mee gaan spelen. Moet ik even een klas mee aanmaken. Moeten we nu nog één ronde spelen? Dus ik weet niet of we... Ik denk dat we het niet kunnen houden, het potje. Simpelweg omdat het gewoon te kut is. Ik denk dat je het best nog op Combine kan halen, houden. Combine TDM of zo. Ja, met z'n drie door de deur past niet, jongens. Oké. Nu kan het best wel zijn. Oké, nu. 1. 2. Waar spannen ze dan? Dan spannen ze hier niet. Dan spannen ze er niet. Wat is dit dan voor kutspel, jongen? Echt. Get turned! Fuck, en er was al een muurtje heen. Jammer man, hé. Waarom spannen ze er niet? Ik hoop dat die muskend weer is. Zo zonde man. Kan ik echt maar balen. Want weet je wat het probleem is? Ik ben afhankelijk van de spans. Als ze dan niet spannen en Chargers ook in de achtergrond gameplay zag, of in de achtergrond gameplay, in de gameplay gewoon zag, dat ze dan niet spannen. Dan kan ik daar ook niet veel aan doen, maar ik heb nou een nieuwe Tempest. Dus wat ik ga doen, ik ga via de linkerkant hier. Dit is echt een slimme manier om te snel naar de andere kant te komen, let op. 1. 2. En dan ga ik dood. Er stond er daar wel één door lol games. Als ik die rechts had gehad en daarna links had ik hem gehaald. Dan had ik hem gewoon gehaald, jongens. Dan had ik hem nu kunnen hebben. Maar ja. Deze serie is gewoon een momentopname. Haal ik hem wel of haal ik hem niet? Dat is nou eenmaal deze serie. Kut, en dan... Die duwt je zo scheef, jongen. Serieus. Het is echt niet gezond meer. Nou, dag, lol games. Kut, teammate. Die komt even aanrennen met zijn warmmachine, hoor. Van, hé. Laat ik jou even granateren. We gaan wel lekker dood, bijna 60 kills. Misschien kunnen we nog wel wat meer doen. Oké, wacht. Dan gaan we weer. En ik ben gelijk dood! Kak! Oh! Dat is zo kut, man. Verkeerde moment heb ik hem dus ingeroepen. Fucking kut tyfus. Vind ik zo scheid, jongen. Hey, rot jij nou op! Hey, hier kan me echt aan fucking irriteren. Die kutkins die dan aan die linkerkant kan campen. Komt weer 3-2. Staat hij weer hoor. Let's go, level 210. En dan wordt genaaid door de Ripper. Hoppakee! Heerlijk. Heerlijk. Ik besef wel dat dit mijn kans was gehad, hè.
Ik zeg, zo'n kans als net krijg ik echt serieus gewoon niet meer. Die kans die ik net heb verneukt. Dat ik gewoon misschiet. Oh my fucking god. Ah ja, ik had geen flag jacket. Shit. Wow man, echt. Daar baal ik zo van, hè. Van één kutkans. Kut. Als ik die gewoon raak had geschoten en die... Ja, dan had ik misschien die vierde persoon niet gehad, maar... Dit was gewoon mijn kans, serieus. Dit was gewoon mijn kans. Dit gaan we ook niet meer winnen. Maakt niet uit. Last moment. Nou, hij is al gesplit. Span dan, vieze kutjes. Jongens. Fucking hell, dus deze aflevering ook weer niet gelukt. Dus mocht je wel genoten van deze video, laat je blauw duimpje omhoog achter, helpt mij enorm. Laat even in de comments weten waar ik volgende aflevering mee moet spelen met welk wapen. Ik heb dit wapen gekozen omdat het natuurlijk Nuketown was. Dus laat het beneden in de comments. En dan zie ik jullie bij de video van morgen. Zoals ik altijd zeg, jongens. Doei!